Goedenavond, we zijn hier vanavond op de prijsuitreiking van Miss Wellness Beauty 2018. Ikzelf ben Bardien Tolet en ik ben Miss Wellness Media. En naast mij staat een van de hoofdsponsors van de verkiezing, namelijk Karine Vossen van de Juwelen Vos. Vertel mij eens, Karine, hoe ben jij juist bij de verkiezing terechtgekomen? Dat is gekomen door Jody. Een goede kennis van mij, die was klant bij Jody en die zijn daarover beginnen praten. En zo ben ik in contact gekomen dan met Patrick. En we hebben even gepraat en dat leek mij wel heel tof. En we zijn een samenwerking begonnen. Oké, dat is heel leuk om te horen. Jody, dat was onze mis van vorig jaar. Wat had zij juist ontvangen van jou als prijs? Ja. Voor Jody heb ik witgouden oorringen gemaakt, lange oorringen met brillanten. En voor onze huidige mis? De huidige mis heeft ze eigenlijk 3 ringen gekregen, maar het zijn aanschuifringen, dus die je kan combineren in roze goud. En wat maakt jou nu zo speciaal als juwelier? Wat is jouw meerwaarde? Waarin probeer jij je te onderscheiden van de rest? Wat voor mij zeer belangrijk is, is dat elke dame een juweel krijgt die bij haar past. Dus ik ga heel veel op de persoonlijkheid werken. Hè, zoals ook bijvoorbeeld bij Christine. Ze is bij mij geweest, ze heeft van alles gepast. En ze kwam altijd tot hetzelfde. Hè, hetzelfde, die aanschuifringen. En daar stond ze zo schoon mee. Dus ook het past bij haar karakter, haar uitstraling. En dat is heel belangrijk. Dus ik vind, een juweel moet het verlengde zijn van de persoonlijkheid van de vrouw. Ze mogen niet zeggen, amai, zo'n schoon juweel en de vrouw niet meer zien staan. Nee, ze moeten zeggen, amai, die mevrouw heeft mooie juwelen. Amai, dat is een heel mooie filosofie. En je hoort dat je het echt doet vanuit jouw hart. Dat is heel leuk om te weten. Wij hopen dat je nog lang sponsor kan blijven. Wij zijn al sinds heel tevreden met jouw sponsorschap. Leuk dat je hier vanavond aanwezig bent. En bedankt voor jouw interview. Ik ben er volgend jaar terug bij. Oké, dat is heel fijn om te horen. Zo, dankjewel. Goedenavond.